Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we weer eens een nieuwe update van de vleesetende planten van Cosmos. Dit is hier ons kweekstation. Links hebben we de Venusvliegenval en rechts hebben we de zonnedauw. En we gaan er eens eventjes naar kijken. Misschien eerst maar eens even kijken naar de Venusvliegenval. Die ziet er op het moment zo uit. Er is wederom niet zoveel gebeurd. Maar ik beeld me wel in dat er nu twee plantjes zijn. Het zijn trouwens superkleine, hier zo. En dan eentje daar. Oh, en volgens mij hebben we nog iets wat als derde plantje gerekend kan worden. Misschien zien jullie het daar rechts. Maar deze planten die groeien echt extreem langzaam. Ik dacht, nou, na 2 maanden dan heb ik misschien wel zo'n mega Venusvliegenval. Maar dat gaat denk ik nog wel 20 jaar duren of zo. In ieder geval wel als het op dit tempo doorgaat. Dus het kweken van dit soort Venusvliegenvallen duurt erg lang. Laat maar weten of jullie andere resultaten hebben of dat jullie precies hetzelfde hebben dat het zo eeuwig lang duurt. Ik heb hier dus de zonnedauw, daar kun je toch echt wel wat meer zien. Dit is trouwens geen mos. Ik had wel eens gehoord dat mensen dachten dat het mos was, maar nee, dit moet zonnedauw zijn. En je ziet het op zich ook wel aan de kleine dauwdruppeltjes die eraan zitten. En de plant is niet echt groen, maar ook een beetje gelig of zo. Het ziet er in ieder geval erg interessant uit. En deze die woekert hier al naar boven. En zelfs al aan de zijkanten van het bekertje. Hier gebeurt er in ieder geval iets, maar echt een plant is dit ook nog niet. Dus uiteindelijk zou de zonnedauw er zo uit moeten zien. Of is dat nou de mimosa? Ik weet het niet precies. We hebben natuurlijk ook die mimosa zaadjes, maar die had ik niet gedaan. Dus deze heb ik niet geplant. Die zou dan in ieder geval wel sneller moeten groeien, geloof ik, dan deze twee. Dit was het dan in ieder geval over de vleesetende planten. Ik vraag me af of het nog zinvol is om elke week te updaten of dat ik het misschien moet doen als er maar iets gebeurt. Want ik heb het gevoel dat er elke week hetzelfde is. Dus laat me maar weten in de reacties of jullie willen dat ik wekelijks doorga of misschien elke 2 of 3 weken. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!